Intrigerende verhalen over liefde, verraad, moord en politieke schandalen markeren de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. De macht van de koninklijke familie heeft in de loop der eeuwen vele malen aan een zijden draadje gehangen. Zo bezien is het een klein wonder dat Willem-Alexander nu onze koning is. En dat we dit jaar het 200-jarig bestaan van ons koninkrijk vieren. Maar de band tussen de Oranjes en onze provincie is al veel ouder dan die 200 jaar. En Gelderland speelt in die geschiedenis een uitzonderlijke rol. Dat levert meeslepende verhalen op die nog niet eerder verteld zijn. Vandaag over Maurits, de zoon van Willem van Oranje. Ik vertel u het Gelderse verhaal over een briljant legerleider die grote successen behaalde op het slagveld. Dit is In Naam van Oranje. Vorige week zag u hoe Willem van Oranje na zijn sprookjeshuwelijk in Buren flink in de problemen komt. Koning Philips II stuurt een Spaans leger op hem af in de hoop hem op te pakken en ter dood te veroordelen. Maar Willem ontvlucht naar zijn geboortekasteel in Duitsland. En de rol van de Oranjes lijkt voorgoed uitgespeeld. ...24 mei 1591... Zutphen is in rep en roer. Maurits, de tweede wettige zoon van Willem van Oranje, staat met zijn leger voor de stadsmuren. En de Spanjaarden die de stad al een aantal jaren bezetten, maken zich klaar om Zutphen met hand en tand te verdedigen. Maurits is pas 23 jaar, maar vastbesloten om de stad in te nemen. Zutphen heeft enorm te lijden onder de 80-jarige oorlog. De rijke Hansestad is binnen 20 jaar 5 keer door een legermacht aangevallen. In 1591 is Zutphen grotendeels in armoede ondergedompeld. Kijk, je zit helemaal voorin. Mag ik eruit? Eigenlijk zei je al, wat leuk dat je er bent. Ja. Okay. Welkom in Zutphen. Ja, met mijn geboortestad. Ja, nou, je komt er nog wel vaker, toch? Ik kom er vrij vaak, ja. Ik ben er zo iedere paar maanden maar een paar keer. Maar goed, het is vanuit Rotterdam wel een heel eind, dus niet iedere dag. Het is maar ook mijn stad. Dus dat heb ik begrepen, ja. Ik ben er ook al 16 jaar. U bent historicus en gespecialiseerd eigenlijk in die tijd van Maurits, dat is, hè? Ja, precies. Wat wij noemen de vroegmoderne periode. Kijk je dan ook met die ogen naar Zutphen, naar de stad? Ik vaak wel, ja. Dat zijn de dingen die ik het meest opmerk. En maar ja, echt het Zutphen van Maurits, ja, daar willen we het straks even over hebben. Dat wil ik u graag laten zien. Maar ik denk dat je dan op een andere manier naar de stad kijkt dan in die als 20ste of 21ste eeuw. Daar ben ik reuze benieuwd naar. Laten we gewoon gaan kijken. Gelderland heeft dus behoorlijk te lijden gehad onder die 80-jarige oorlog, hè? Ja, Gelderland was natuurlijk een gewest wat tussen allerlei andere dingen in lag. Tussen de oorlogvoerenden in, Holland, Duitsland, het noorden en het zuiden. Dus alles kwam hier doorheen. Ja. En die steden die hadden gewoon een heel centrale positie. Nijmegen, Arnhem, Zutphen, noem maar op. En Zutphen is ook 5 keer ingenomen. En die laatste keer, toen kwam Maurits hier. En ja, wat trof hij daar aan? Nou, daar heb ik een mooie getuigenis van. Ik zal u dat even voorlezen. Ja. Dat werd mooi uitgeprint. Deze stad is zozeer van garnizoen verwoest en geruïneerd, want daar meer dan 1000 geruïneerde en verlaten huizen waren en daar waren weinig borgers in, alzo zij door de langdurige ellende en miserie meest vertrokken waren. En de die daar gebleven waren, die waren geheel verarmd. Het is duidelijk, er was niks meer over van Zutphen. Er was niks meer over van Zutphen. De huizen stonden er nog, maar eigenlijk vooral de staketsels van de huizen. Ze waren leeggeroofd, het houtwerk eruit gesloopt, het ijzer eruit gesloopt. En wat wij nu zien, dat zijn weer opgebouwde huizen natuurlijk.
Maurits is de tweede wettige zoon van Willem van Oranje. Zijn moeder is prinses Anna van Saksen. Maurits wordt in 1567 geboren op het Duitse kasteel Dillenburg. Nadat Willem van Oranje in 1584 wordt vermoord door Balthasar Gerards, volgt Maurits zijn vader op als stadhouder. Zodoende is hij ook opperbevelhebber van het Nederlandse leger. Op zijn schouders rust de zware taak de strijd tegen de Spanjaarden voort te zetten. Maurits heeft heel wat steden veroverd op de Spanjaarden. Ja. Zutphen in 1591 was de eerste, als ik het was de eerste. Ja. Je zou kunnen zeggen, bij Zutphen begint de Maurits victorie. Maar Maurits die kwam hier. De stad ligt natuurlijk aan de andere kant van de rivier, dus dat is een probleem. Hoe heeft hij het nou voor elkaar gekregen? Aan deze kant van de rivier lag wat we noemen een schans. Het is een soort vijfpuntig verdedigingswerk, een sterachtig verschedingswerk. Maar er was even voor de duidelijkheid, er was geen brug. Er was geen brug meer, die was er wel geweest. Maar die was kapotgeschoten in al die belegeringen. Om die schans te pakken te krijgen, heeft Maurits een list bedacht. Er werden dus een aantal als boeren verklede soldaten, hooimeisjes, dus als mannen en vrouwen verklede soldaten, naar die schans gestuurd en die kwamen met boterkaas en eieren om die soldaten te bevoorraden. Ze werden binnengelaten en eenmaal binnen trokken ze die kleren uit. Hups, de hele zaak om zee. Formeel hebben ze 3 maal echt de stad beschoten. En toen heeft Maurits een trompetter of een afgezant zeg maar naar de stad gestuurd om te zeggen, geef je over. En dat deden ze. En dat hebben ze toen heel snel gedaan, ja. En dankzij het feit dat ze dat snel gedaan hadden, is Zutphen ook niet geplunderd. Maar als ik goed heb opgelet, was Zutphen eigenlijk, er was al leeg. Er was toch niks meer te halen, zo kun je het ook zeggen. Het is toch geweldig dat wij uit de tijd van Maurits van Oranje gewoon ook nog etsen, prenten, gravures hebben die vertellen wat het verhaal is. Ja, en dat komt natuurlijk omdat dat in die tijd ook al een vreselijk populair verhaal was. De inname van Zutphen, maar ook van al die andere steden, waren grote gebeurtenissen in die oorlogstijd. Dit is een hele mooie prent van de schans van Zutphen. Hier zien we dus precies wat er gebeurde. Dus die schans ligt voor de stad. En hier zie je dus de gebeurtenis van de list waarmee men de stad de schans heeft willen innemen. De hooimeisjes. Hè? Ja. De hooimeisjes die door Maurits gestuurd werden naar de schans. Onder voorwendsel dat ze de schans kwamen bevoorraden, maar die in werkelijkheid verklede soldaten waren. Geweldig. Dat is echt, dat is wel heel mooi. Ja, deze is een hele mooie. Het is ook een heel levendige prent. Veel levendiger dan de meeste andere prenten. Je ziet die mensen allemaal rennen. Ja. Hè? Die meisjes lopen. Je ziet ze daar schieten en dergelijke. Dat is echt een hele mooie print. Welke is nou nog meer eentje waar we goed op kunnen zien wat er gebeurde? Deze is heel mooi ook. Dit is echt een nieuwsprint waarop je dus de gebeurtenissen zich na elkaar ziet afspelen. Je ziet hier de stad. Je ziet hier allemaal soldaten. Daarna zie je dus dat leger met die kanonnen. Dan stuurt Maurits een bode of een trompetter of wat dan ook naar de stad om te vragen, geven jullie je over? Hij heeft 3 keer heeft hij geschoten. De stad geeft zich over en dan zie je hier hoe de bezetting, de Spanjaarden eruit lopen. Het is eigenlijk gewoon en aan strip, deze kant, het is bijna een strip. Het is, het is gewoon een, zeg maar, een doorlopende nieuwsprint. Eigenlijk een soort televisie, maar dan gefixeerd. Hier moet je kijken. Nou, ons land, dat herken je wel. De Nederlandse Republiek, bestaande uit 7 zelfstandige provinciën in die tijd. En dan moet je het je zo voorstellen dat elke provincie zijn eigen stadhouder aan kon wijzen. En Maurits werd stadhouder van Overijssel, Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. En wanneer hij in Gelderland was, resideerde hij in zijn paleis op de Markt in Arnhem. En dat is waar nu het provinciehuis is. Op deze plek is al sinds 1533
het bestuur en ook de rechtspraak van Gelderland gevestigd. Aan deze kant staat het Huis der Provincie. Aan die kant staan kantoren waar ambtenaren in werken. Nou, je moet je voorstellen dat in de tijd van de Oranjes, in de 16e eeuw, dat hier aan deze kant de hele gevel, de hele marktgevel vol stond met het Hof van Gelre en het daar aangeplakte stadhoudelijke hof. Nou, hier heb ik een oude kaart van Arnhem, kaart uit 1639. Je ziet hier op deze plek zie je de Eusebiuskerk staan. In die tijd met een heel andere spits dan tegenwoordig. Aan deze kant lagen alle oude bestuurlijke en gerechtsgebouwen. In feite in dezelfde situatie als nu. Alleen zijn het nu moderne, na de oorlogse betonkolossen. En in die tijd waren het natuurlijk mooie, ranke paleisjes. En het Hof van Gelre was in die tijd eigenlijk een soort combinatie van bestuurscentrum en gerechtelijk centrum. Maurits die werd in 1590 stadhouder van Gelderland. En dat betekende dat hij voorzitter werd van dat Hof van Gelre. En als we nou naar deze plek kijken, dan is deze betonnen kolos de plaats waar zo ongeveer dat stadhoudelijk hof stond. Dus die plek waar hij resideerde, waar hij zijn kantoor had, maar waar hij natuurlijk ook kon ontvangen en waar hij kon slapen als hij hier in Gelderland was. Weet u waarom dit gebouw Prinsenhof heet? Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Echt geen idee? Misschien van een gebouw wat er heeft gestaan van de prins, maar nee. Het is voor mij gewoon een kantoorgebouw waar ik regelmatig kom voor mijn werk. Geen idee. Zou u het ook kunnen raden, gezien de naam, wat het geweest zou kunnen zijn? Een hof van prinsen. Ik heb een flauw idee. Weet u waarom dit gebouw Prinsenhof heet? Geen flauw idee. Werkt u hier? Nee, gelukkig in een ander gebouw. Ja, een paar jaar geleden hebben we dus voor het eerst echt tastbare herinneringen gevonden aan de verovering van Maurits in 1591. Dit is wel cool. Dit zijn twee kogels, kanonskogels. Ah, dat is echt heel zwaar. Ja, ze zijn klein, maar ze zijn zwaarder dan je denkt. Lood, echt puur, wat is het? Gietijzer, ja. Oh, maar waar heb je die vandaan gehaald dan? Die komen hier achter ons uit de stadsgracht. Er zijn er in totaal 3 gevonden hier in de gracht. Er moeten er wel 96 geweest zijn, want volgens het verhaal heeft Maurits 32 kanonnen naar de overzijde van de IJssel gebracht en schoot. En waarschijnlijk hebben ook niet alle kogels de muur geraakt, anders zouden wij deze kogels ook niet in de gracht gevonden hebben. Hoe weet je nou dat het allemaal echt waar is? Want waar je op baseert zijn overleveringen. Die beschieting vanaf de zuidzijde, dat historisch is, weten we uit de stadsrekeningen. Want kort erop vinden we in de stadsrekeningen van Zutphen allerhande uitgaven voor reparaties aan de zuidelijke stadsmuur. Die reparatie in die rekeningen is voor ons het bewijs, die beschieting vanaf de zuidzijde heeft plaatsgevonden. En hij was de enige die dat vanaf de zuidzijde ooit deed. Dus dit zijn de kogels van Mauritsen beschietingen? Dit moeten de kogels van Maurits zijn. Ja. Je vest, je BCD zit vast aan de fles. We hebben hem opengedraaid, we hebben gecontroleerd dat we lucht hebben. En dan het belangrijkste ding van je vest is de inflator. Als je met je duim indrukt, dan blazen we lucht in je vest. Dan blijf je dus drijven of ga je omhoog. En met je duim defleet je en laat je dus lucht eruit. En dan gaan we dus langzaam zakken. Dus hier zoeken is ook een vorm van archeologie? Van onderwaterarcheologie, ja. Klopt. Wat voor soorten heb je allemaal nog meer dan? Nou ja, je hebt natuurlijk de landarcheologie. Logisch. En in de toekomst kunnen we vermoeden dat er ook nog wel een archeologie in het heelal zal zijn. Dat ook nog een heel spannende fase wordt. Het is best zwaar, denk ik, of niet? Ja, dus hoeveel kilo draag ik zo? Kilo 15, denk ik. Oh, nou, dat valt weer reuze mee. Toen ik zwanger was, was er meer bij. We zouden kunnen verwachten dat op deze plek
dit soort kogels nog onder water liggen? Ja, de gracht is gesaneerd tot op een kleilaag waarin deze kogels zijn aangetroffen. En die kogels zijn natuurlijk diep in die bedding van die gracht geploft. Dus theoretisch zitten er nog meer kogels. We gaan zoeken. Ja. Nou. Dit is een vestingwerk, ja. Dat is uitgebouwd door Maurits. Een bastion wat aangelegd is nadat Maurits de stad had ingenomen. Want Maurits, ja, was eigenlijk een vestingbouwer, mag je wel zeggen. De steden, de middeleeuwse steden hadden alleen maar muren. En in de tijd van Maurits beschermde die muur eigenlijk niks meer, want die kanonnen schoten daar zo doorheen. Hmm. Dus er was een nieuw systeem nodig om die steden te versterken. Dat zijn de bastions. Die bastions zijn altijd van steen. En daar kon men dus niet doorheen schieten, maar daar moesten, ja, die moesten echt veroverd worden. Dat waren ook punten van waaruit men de omgeving kon beheersen. Maar eigenlijk zeg je daar nog wel wat, want Maurits was nog hartstikke jong, 23, toen hij Zutphen innam. Dan komt hij dus als medeontwikkelaar van dit soort vestingwerken, ja, dan was hij heel slim. Maurits was een heel goed opgeleid iemand. Hij had gestudeerd aan de Universiteit van Heidelberg en van Leiden. En hij had vooral een wiskundeknobbel. En die wiskundeknobbel die heeft hij uitgebuit bij zijn militaire strategie. Ja, gaan we heel, heel strak aandraaien. Ja. Aantrekken. Wat gebeurde er nou met jou toen je deze voor het eerst vast had? Nou, op het moment dat je beseft van ja, dit is van die belegering, dan beleef je eigenlijk intens iets als, als een tijdmachine. Hè? Van, je hebt iets in de handen en de laatste keer dat iemand dat in handen had, was degene die dat in die loop van dat kanon stopte om Zutphen te veroveren. Nog niet wetende wat de afloop is. En, dus jouw hartslag gaat dan omhoog? Ja, in feite historische archeologie, hè, daar waar wat je op de lagere school leerde en wat je op dat moment in je handen hebt, komt nooit dichterbij dan dat. En? Nou, heel ontspannen. Moet je even lekker chamant spugen in je glas en dan even zo schoonmaken. Dat beslaat hij namelijk niet, hè? Dus dat is wel een. Oké. Ja. Maar naast het bouwen van dit soort vestingwerken had Maurits ook een vernieuwde manier van tactiek van oorlog voeren. In plaats van die enorme legers die men in de middeleeuwen had en die een beetje daar rondzwierven en dergelijke, heeft hij geprobeerd een gedisciplineerd leger samen te stellen van enerzijds kleinere groepen, maar wel hechtere groepen die met elkaar optrekken en die elkaar ook ondersteunen. Dat waren dus echt gevechtseenheden die gedrild werden, gedisciplineerd werden en die ook... Dat was daarvoor niet zo? Nou, daarvoor werd er ook wel gedrild, maar niet zo stevig. Ze werden ook veel slechter betaald. Nou, in de tijd werden ze allemaal goed betaald. Het was ook een heel belangrijk punt, want het waren huurlingen. Dus als ze niet betaald werden, deden ze niks. Juist. Het was geen dienstplicht. Waarom was tijdens de 80-jarige oorlog Gelderland nou zo het strijdtoneel? Ja, Gelderland was natuurlijk een oude provincie die nog redelijk veel in de melk te brokken had. Maar het lag vooral heel centraal tussen Noord en Zuid in. En het was de toegangspoort tot Holland. En waarom was Holland nou zo belangrijk? Nou, Holland vond zichzelf vreselijk belangrijk. En dat vinden ze nog steeds. Maar omdat juist natuurlijk in Holland op dat moment de economische bloei... De Gouden Eeuw begon. De Gouden Eeuw begon. Ja. En die was vroeger in het oosten geweest. En die was nu naar het westen. Hanzestad. Ja. Hanze. Dus, om de Nederlandse Republiek nog beter te kunnen verdedigen, legt Maurits nieuwe vestingwerken aan. Of hij breidt ze uit. Dat gebeurt in steden zoals Zutphen, maar bijvoorbeeld ook in het land van Maas en Waal. Theo Vlek en Agniete Alkemade wonen op de plek waar een strategisch belangrijke vesting van Maurits stond. Fort Voorne. Maurits bouwde fort omdat er in Zaltbommel waren de Spanjaarden aan het belegeren. En in die belegering van Zaltbommel moest Maurits voorkomen dat de Spanjaarden ook de rest van de Betuwe zou overvallen. Dus eerst heeft hij hier dat fort versterkt. Toen heeft hij Zaltbommel bij de belegering geholpen door dus brug te bouwen.
en te zorgen dat daar voldoende voedsel en munitie was. En de Spanjaarden hebben het toen moeten opgeven in Zaltbommel. Dus het beleg van Zaltbommel werd toen geëindigd. Dat was in, ik dacht, mei 1599. Hij heeft er toen in ieder geval voor gezorgd dat de Spanjaarden zich niet verder in Nederland konden naar Nederland trekken. Dus ja, hij heeft ze tegengehouden. En het was een heel sterk fort. Het was ook heel groot in die tijd. Wel 50 hectare. En er waren duizenden manschappen waren hier gelegen. Dus dat was een behoorlijk sterk fort. Kijk, op het scherm van de laptop kan ik je precies laten zien via Google Earth de vorm van het fort. En heel duidelijk te zien dat ook nog in het huidige landschap, 2000 zoveel, nog steeds kunt zien dat hier een oud fort gelegen heeft door die oude zeshoek nog steeds in het landschap zichtbaar is. Ja, Theo die weet heel veel van het fort. Die heeft in de loop van de jaren, in de tijd dat we hier wonen, heel veel gelezen. En ja, hij vindt het ook interessant en ik vind het ook interessant. Dus wij zijn er samen best mee bezig, ja. Ik ben natuurlijk toen wij hier kwamen gelijk die tuin ingedoken. Want ja, ik vond het wel leuk om een tuin te hebben. En toen was het alleen maar onkruid murenhoog. Ja, daar vonden we natuurlijk ook nogal zo wat scherven en stukjes heel oud glas. En toen ik deze tuin in orde had, toen 2005 of zo, toen ging de boer daar een keer ploegen. En ik zag mijn buren daar lopen, zoeken. Ik dacht van, hé, daar is iets te zien. En dat ben ik ook gaan doen. En daar heb ik behoorlijk wat scherven en pijpenkopjes en stukken van tegels en van kannen gevonden. En ja, dat is, voor mij was dat ook het bewijs dat er hier een heleboel mensen gewoond hebben ooit. Ik bedoel, als je zoveel pijpenkopjes vindt, nou ja, dat vind je natuurlijk alleen op een plaats waar heel veel mannen, in dit geval soldaten, gewoond hebben. Wat ook heel bijzonder is, dat is dat er weliswaar versleten oesterschelpen gevonden zijn. Kijk, dat weten we allemaal wel van schilderijen ook uit die tijd, met die prachtige stillevens over voedsel. En daar komen dus heel dikwijls ook oesters in voor. Nou, de soldaten, of tenminste hun meerdere, hebben ook oesters gegeten. Want hoe komen er anders hier oesters in de grond? Door het kennis hebben van krijgen van die ontwikkeling in die tijd, tijdens die belegering, dat was die 80-jarige oorlog, blijkt dus dat Maurits wel een geniaal krijgsheer was. Dus ja, daar kun je zien dat hij heel goed nadacht, Maurits, over hoe je in die tijd met die middelen die zij hadden, strijd moesten voeren. Zonder eigenlijk echt te vechten. Ik ben niet zoals Maurits. Nee. Als gepensioneerde hier doe je veel aan tuinieren en tracht je dus het gebied een beetje te houden zoals het was en op te knappen en te genieten van het leven. Toen Maurits de stad Zutphen had veroverd, was het een hele armoedige stad. Die mensen hadden het heel zwaar gehad. Ja. Ik kan me dus voorstellen dat men ontzettend blij was dat Maurits er was. Kan je het vergelijken met de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog? Juichende mensen. Maurits, kom binnen. Nou, er waren niet zoveel mensen meer die over waren. maar voor zover ze er waren, waren ze wel blij, ja. Want de Spanjaarden hadden toch enorm veel onheil aangericht. Alleen, je had natuurlijk het religieuze probleem, dat is één. En vooral ook, de handel was toch op sterven na dood. En al heel gauw vertrokken er ook heel veel burgers natuurlijk naar Holland. Dat was een rijk land waar je wel geld kon verdienen, in Zutphen nog niet. Nee. Maar anderzijds kwamen er ook veel mensen naar Zutphen weer. Dus die bevolking heeft zich fors vernieuwd. Ik denk wel eens, er zijn bijna geen mensen meer van voor die periode die nog hier in Zutphen wonen, die daar voorouders van hebben. Nou, Michel, ik ben er helemaal klaar voor. Ik zie het, ja. Wat denk jij dat ik hier zou kunnen vinden?
Nou, sowieso kan er allerhande afval in zitten. Ja, fiets. Dat natuurlijk sowieso, een oude fiets wellicht. Winkelkarretjes. Ja, en theoretisch kunnen er toch nog kanonskogels op de bodem liggen. Even kijken. Vraag ik even of alles oké is, zeg je? Ja, alles oké. Oké. Ja. Ja, dan kun je erin. Oh joh, wat zwaar. Oh, oké, we zakken niet zo heel ver weg. Gezellig. De automaat die wil door. Even kijken. Ik heb lucht. Probeer maar eens gewoon de voorzichtig doen. Uh-huh. Ja? Ja, dan kun je deze in je hand. Deze hand. Nou, ik ben heel benieuwd, maar komt er al wat uit? Het is nogal troep om beneden. Ja, ja, ja. Waarschijnlijk alles op de tast. Ja, heel veel op de tast. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. En ja, een hoop scherpe dingen en zo, maar... God, wat een werk, hè. Dat is wel heel gaaf, zeg, als je dat mag doen. Ja, ja. Oh. Als je goed zicht hebt, dan zie je ook nog wat. Maar in grachten is het vaak op de tast. Dat, ja, dat klopt. Het was... ik had geen slecht zicht. Maar het is zo moeilijk om dingen echt te lokaliseren ook. Toch heel erg lastig. Je weet ook niet zo goed waar je naar moet zoeken. Nee, nee. Het zal vooral heel veel op de tast zijn. Hè? Dat ja, je echt voelt van dit is iets concreets of dit is iets wat ik wel zie. Maar, wat, maar wel een hele toffe manier van archeologie dit. Ja, ja. Het is heel leuk. Het ruikt alleen niet echt lekker hier. Oh. Wanneer de Spanjaarden eenmaal verdreven zijn uit Zutphen, is het voor het katholieke deel van de bevolking niet meer mogelijk in het openbaar hun geloof te belijden. In illegale schuilkerken komen ze stiekem bij elkaar om te bidden en elkaar tot steun te zijn. Ja, wat schattig is dit. Ja, dit is echt een... Een schuilkapel uit de vroege 17e eeuw. En die vroeger ook helemaal echt afgesloten was. Als zijn er zeg maar een soort echt geheime ruimte. Een geheime ruimte. Hij zit tussen twee huizen in. En je kunt hem nergens zien. Alleen vanuit dit huis, die ramen. Die hele 80-jarige oorlog die ging erover dat edelen en burgers veel meer zelfbestuur wilden. Maar het ging natuurlijk ook vooral om religie, vrijheid van godsdienst. En toen Maurits de stad had ingenomen als protestant tegen de katholieken, toen veranderde er... op het gebied van geloof heel veel. Ja, want het was natuurlijk wel vrijheid van godsdienst... maar eigenlijk alleen voor de protestanten. En de katholieken die mochten wel hun godsdienst beleiden... maar niet uitoefenen in publieke eredienst. Dus daarom zijn wij op deze plek... Precies, alle kerken, voor zover ze in bedrijf bleven, werden protestants... en de katholieken moesten een schuilkerk organiseren. En hier hebben ze in dit huis... dit was een herberg, de herberg De Wildeman... die eigendom was van de familie Haak... Dat was een katholieke familie. Die hebben dus in hun huis, dat een heel groot huis is... hebben er nog voor- en achterhuis tussen, voor- en achterhuis in... zit deze schuilkapel. Hoe is Maurits van Oranje-Nassau onze geschiedenisboeken ingegaan? Nou ja, als iemand die toch niet zo vreselijk veel kleur heeft... maar die wel heel belangrijk werk heeft verricht. Hij was op de eerste plaats een legerleider. Mm. En als zodanig heeft hij toch voor gezorgd dat dit land zijn onafhankelijkheid herwon. En op de tweede plaats heeft hij in de tijd van het bestand, zeg, begin 17e eeuw... heeft hij ervoor gezorgd dat de protestantse kerk echt de dominante kerk werd. En dus eigenlijk van dit land een protestants land gemaakt... Maar hij had niet het aura van zijn vader Willem van Oranje. Maurits zit tijdens de wapenstilstand met de Spanjaarden in een lastig parket. Na de successen op het slagveld heeft het huis Oranje-Nassau in aanzien gewonnen. Maar wat moet je als stadhouder
die vooral legerleider is in tijden van vrede. Daarnaast, Maurits loopt tegen de 50. Hij is niet getrouwd, heeft geen wettige kinderen. Dus je kunt je voorstellen dat Maurits zich zorgen maakt over de toekomst van het Huis van Oranje. Volgende week kunt u weer kijken naar In Naam van Oranje. Dan bezoek ik onder andere Buren en het Rijksmuseum. Die uitzending gaat namelijk over stadhouder Frederik Hendrik, die van zijn kasteel in Buren een waar pronkstuk maakte. Met zijn imposante kunstverzameling geeft hij de Oranjes een vorstelijke status. Voor alle informatie over de uitzendingen en meer kunt u kijken op www.gld.nl. Ja. Nou. Oh. Dit is ongelooflijk, zeg. Goed gedaan. Hier moet het zijn. Wat een schilderij. Hey. Dit pot moet het zijn. Mag dit? Mag even kijken. Oh, wat onvoorstelbaar dit.